Onlangs heeft een politicoloog, Dave Sinardij, mij verteld dat na de verkiezingen, en die zitten er ook aan te komen, dat na de verkiezingen elke partij terug maagd is en alles terug bespreekbaar is. Denk jij ook dat dat het geval gaat zijn tussen partijen zoals N-VA en het Vlaams Belang? Dat is altijd zo. Ik ben er 100% zeker. Ja. En denk jij dat daar bepaalde slaagkansen zitten, meneer Dekker? Ja. Er zijn genoeg raakpunten voor hun om samen een front. Ik ben al mijn levenslange tegenstander van cordon sanitaire. Ik ben daar tegenstander van. Men heeft dat in Nederland, ik heb daarvoor naar Nederland gekeken. In 2012 heeft Rutte van de VVD, de liberaal, wat heeft hij toen gedaan? Hij heeft Geert Wilders, Partij van de Vrijheid, PVV Nederland, bijgenomen in zijn regering. Met een gedoogstructuur. En na twee jaar is die regering ontploft, want het bleek dat ze samen niet konden regeren. Want het programma van Wilders, ja, is anti-migratie, ook een stuk gelijk daarin, maar is ook heel links. En dat ging niet samen. Mm-hmm. Men heeft nooit meer gehoord van Wilders om mee te regeren. En nu groeit het Vlaams Belang als groene kool. En waarom? Door de misnoegdheid van de bevolking. Door het gebrek aan geloof in de klassieke politici. Mm-hmm. En als men het Vlaams Belang laat meebesturen, zullen we kijken wat dat ze kunnen. En doen ze het goed? Ze doen het goed. En we doen het slecht, dan zijn we er voor altijd van verlost. Mm-hmm. En nu slepen wij dat al 30 jaar mee. 30 jaar. En als er een meerderheid komt in Vlaanderen, met N-VA en VVD, ben ik ervan overtuigd. Ben ik ervan overtuigd dat ze samen zullen. En u denkt dat... U denkt dat Bart Wever zijn... Ja, maar met of zonder Bart. Bart zit in Antwerpen en Bart... Want ik verwijt het aan Bart, het feit dat hij minister-president geworden is. Dat hij die taak aan Jan-Jan Bon geeft. Mm-hmm. Bart dan moet minister-president zijn. Ja. Bart moet een keer premier zijn. Ja? En als de Walen niet akkoord, zijn, doe wat hij wil. Wij bemoeien ons toch ook niet wie dat de minister-president wordt en wat. Dat is hun probleem. En als ze dan de federale doen ontploffen, als ze België doen ontploffen, vanuit Wallonië uit. Who cares? Wij besparen al 8 miljard per jaar.